Uw woord is de waarheid. Inleiding tot de hermeneutiek van de Bijbel, deel 2. De Reformatie heeft een bijzondere methode van interpreteren van de Bijbel opgeleverd. En dat bestaat vooral in een oppositie tegen de traditionele opvatting over hoe je de Bijbel zou moeten lezen. Sterk beïnvloed door een gemeenschappelijke overtuiging dat er twee grote domeinen zijn in de werkelijkheid, namelijk het hemelse domein en het aardse domein. En elk van die domeinen heeft verschillende soorten van wezens en heeft verschillende soorten van wetten. En zo werd ook aangenomen dat in de taal er twee grote domeinen waren. De taal van de Bijbel, een heilige taal, en de taal van mensen, de verschillende talen ook van de mens. De Bijbel zou dus moeten worden begrepen door speciale beginselen die niet van toepassing waren op taal in het algemeen. Daarom moest je voor de Bijbel aannemen dat er vier verschillende betekenissen waren. En die vier verschillende betekenissen waren dan de volgende. Ten eerste de letterlijke betekenis. De letterlijke betekenis van een tekst, bijvoorbeeld de teksten van de geschiedenis van Abraham, die laten ons zien wat God deed en zei en wat Abraham deed en zei. Dat is de letterlijke of historische betekenis van de tekst. Ten tweede, elke tekst had ook een allegorische betekenis. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is de allegorische betekenis dat de Samaritaan staat voor Christus, de herberg voor de kerk, de olie voor de Heilige Geest en de man aan de kant van de weg is de zondaar. Ten derde de morele betekenis. De morele betekenis van een tekst, van elke tekst dus, zowel van een beschrijvende als van een voorschrijvende aard, de morele betekenis van een tekst geeft ons aanwijzingen voor het dagelijks leven. De gastvrijheid van Abraham is zo'n voorbeeld. Deze manier van lezen komt vaak ook voor in de rabbijnse exegese. Elke tekst heeft een morele strekking en kan dus op het dagelijks leven worden toegepast. Ten vierde de anagogische betekenis. Dat is de betekenis van een tekst die naar de toekomst verwijst. Die vooruit verwijst dus naar een tijd waarin er geen verschil van mening meer zou zijn. Deze manier van de Bijbel lezen was populair in de middeleeuwen en zelfs iets daarvoor. Wie de Bijbel bestudeerde kon een groot aantal betekenissen halen uit één enkele schriftuurlijke tekst. Om te voorkomen dat daar wildgroei bij optrad, was het nodig om een traditie te hebben die gezaghebbend was. Een interpretatie was correct als ze consistent was met de traditionele leer en een bestaande geschiedenis en traditie van interpretaties. De interpretatie van de profeten en de apostelen moet worden geleid door de norm van de kerkelijke en katholieke betekenis, katholiek in de zin van algemeen aanvaard. Dat is een principe van Vincentius die dat in het jaar 434 opstelde. Nogmaals, de richting van de interpretatie van profeten en apostelen moet worden geleid door de norm van de kerkelijke en katholieke betekenis. De Bijbel was nu wel de gezaghebbende basis van de kerkelijke leer, maar de manier waarop de Bijbel werd begrepen, werd door de kerk uiteindelijk vastgesteld. De kerk was de drager van de traditie van de interpretatie, en het gezag van de Bijbel bestond niet buiten die gezaghebbende kerkelijke traditie om. De studie van de Bijbel was geen open zaak. Het was niet iets wat iedereen zomaar mocht. De geschriften van de gezaghebbende kerkvaders waren bepalend en beslissend, en ieders eigen interpretatie
werd geacht door de leer van de kerkvaders te worden geleid. Daartegenover heeft de reformatie het beginsel van het sola scriptura gesteld. Sola scriptura betekent de schrift alleen. Met deze strijdkreet werd het gezag van de kerk en de leertraditie van de kerk als de meest gezaghebbende in de Bijbelse interpretatie ontkend. Luther schreef dat een daad of een woord van de kerkvaders geen geloofsartikel kan worden. Het is het woord van God dat elk artikel van geloof vastlegt en niets daarbuiten, zelfs niet een engel. Zoals we in de begintijd van de Renaissance te maken hebben met de Copernicaanse revolutie, de gedachte dus dat we niet langer de aarde in het centrum van het heelal moeten plaatsen, maar dat de aarde zelf een ander centrum heeft waaromheen zij beweegt. Zo hebben we nu een Copernicaanse revolutie in de opvatting over de Bijbel. In plaats van de Bijbel te zien als gecentreerd rondom een traditie, moeten we nu gaan kijken naar een universum waarin de Bijbel centraal staat. Alleen de Bijbel is gezaghebbend voor de christen en de kerk. Niet de Bijbel draait om de kerk heen, maar de kerk draait om de Bijbel heen. Als we een dergelijke opvatting hebben over de betekenis van de reformatie, dan lijkt het een eenvoudig verschil te zijn van nadruk op een van de beide bronnen van de autoriteit. Het is net alsof we zeggen, eerst was de kerk het belangrijkste, die had gezag over de Bijbelse uitleg, en nu is de Bijbel het belangrijkste, die heeft gezag over de kerkelijke uitleg. Maar het gaat veel meer om de vraag op welke manier de Bijbel nu gaat worden begrepen. Het grote verschil is niet de plaats van het gezag van de Bijbel, maar de manier waarop die Bijbel gelezen wordt. Uiteindelijk is de Bijbel zelf, zonder interpretatie, een boek dat niet spreekt. Elk boek moet worden geïnterpreteerd. En dat geldt dus ook voor de Bijbel. Het sola scriptura betekent dus niet alleen een verandering in status van de Bijbel, maar het sola scriptura staat ook voor een verandering in de interpretatie van de Bijbel. In plaats van een Bijbel die geïnterpreteerd wordt in het kader van kerk en traditie, is er nu een enorm vertrouwen op één bepaald proces van interpretatie in het heden. De overgang is dus niet van kerk naar Bijbel, maar een verandering in hoe en door wie de Bijbel correct kan worden geïnterpreteerd. De interpretatie van de Bijbel is belangrijker dan de autoriteit van de Bijbel. Erasmus schrijft in zijn boek De Vrijheid van de Wil dat het gezag van de Bijbel niet het probleem is. Aan beide kanten van de strijd in de reformatie wordt dat aanvaard. Het probleem is dat de letterlijke zin van de schrift helemaal niet zo makkelijk te begrijpen is, omdat er zo grote variëteit van interpretaties bestaat. Wat er gebeurt in de reformatie is dat die veelheid van interpretaties, gebaseerd op die viervoudige betekenis van de schrift, niet wordt beheerst door een kerkelijke traditie, maar dat om te beginnen gesneden wordt in die vier interpretatiemethodes. Alleen de letterlijke en historische betekenis is de betekenis die aan de tekst moet worden toegekend. Dat leidde in de reformatie tot de bevoorrechting van de methode van de historisch-grammaticale interpretatie van de tekst. De autoriteit van de Bijbel, waarmee dus die veelheid van mogelijke interpretaties kan worden gereduceerd, moeten we binden aan de normale historische betekenis van de tekst. De normale historische betekenis wordt de geldige en gezaghebbende betekenis van de schrift in de reformatie. Geschiedenis en taal moeten ons begrip van de schrift begeleiden en niet de ontvangen tradities. Maar hoe vind je dan
die eenvoudige grammaticale betekenis van de schrift? En hoe vind je die correcte historische interpretatie van de teksten van Oude en Nieuwe Testament? Maarten Luther was van mening dat de Bijbel een eenvoudig boek was, zodat zelfs een eenvoudige boerenknecht het zou kunnen lezen. En die boerenknecht zou het beter kunnen begrijpen dan de paus zelf. De betekenis van de woorden van de schrift die lagen aan de oppervlakte en je had alleen maar gezond verstand nodig om te begrijpen wat de Bijbel zegt. Nu zijn daar twee kanttekeningen bij te maken. In de eerste plaats bedoelde Luther daarmee dat deze eenvoudige boerenknecht beter dan de paus de Bijbel kon lezen, alleen maar als hij betere argumenten had voor zijn interpretatie. In de tweede plaats betekende dat, en ik kom daar later nog op terug, dat er een gelijkstelling gemaakt wordt tussen de betekenis van de tekst en de letterlijkheid van de tekst. Of nog beter gezegd, een verschil, of geen verschil wordt gemaakt tussen wat de tekst zegt en wat ze betekent. Ja, integendeel, wat de tekst zegt aan de oppervlakte is ook onmiddellijk haar betekenis. Maar het eerste argument van Luther. Wat zijn dan die betere argumenten die de boerenknecht kan te berde brengen tegenover de paus? Nou, in de eerste plaats een grondige kennis van het Grieks en Hebreeuws. In de tweede plaats een goed begrip van de historische context van de tekst. Want de oorspronkelijke auteur heeft iets bedoeld in een oorspronkelijke situatie die de betekenis van zijn tekst heeft bepaald. De grote doorbraak dus in de interpretatie van de Bijbel, en in de interpretatie met name die Luther gaf van de Bijbel, is dit idee van de historische context. De grammaticale betekenis werd dus door de studie van de oorspronkelijke talen bepaald, en de historische betekenis door een letten op en een nauwkeurig kijken naar de situaties waarin een oud-testamentische of nieuw-testamentische schrijver de tekst had geproduceerd. De woorden van het Oude Testament in hun historische context krijgen daardoor een betekenis voor hun oorspronkelijke lezers of hoorders. En Luthers conclusie is dat de betekenis van de woorden in hun oorspronkelijke context het belangrijkste was in het werk van de interpretatie. Maar bovendien heeft Luther vooral benadrukt dat niet het gezonde verstand zozeer, maar in ieder geval wel de rationaliteit hier de doorslag moest geven. Voor elke interpretatie moest een argument worden gegeven. De uitdaging aan de katholieke kerk was met behulp van de schrift en met behulp van de redelijkheid. Ook Calvijn heeft langs dezelfde lijn gedacht over de hermeneutiek van de Bijbel. En het belangrijkste is het ontdekken van de oorspronkelijke gedachten van de schrijver. De Bijbel is geschreven in normale menselijke taal. En die normale menselijke taal geeft ons inzicht in de gedachten van de oorspronkelijke schrijver. Dat is de objectieve zin, de objectieve strekking van de Bijbel. We hebben ons intellect nodig om dat uiteindelijk te vinden. En iedereen die zijn verstand gebruikt, kan die betekenis van de Bijbel dan ook aantreffen. De Bijbel die op die wijze geïnterpreteerd kan worden, historisch, grammaticaal, met behulp van de redelijkheid, op zoek naar de oorspronkelijke gedachten van de schrijver, die heeft een onmiddellijk gezag voor alle christenen. Het is niet nodig om een leraar, om de paus, om de traditie te raadplegen om de betekenis van de tekst vast te stellen. Kennis van de oorspronkelijke talen geven die normale, grammaticale en historische betekenis en dat is de normatieve betekenis. Al het andere is afwijking daarvan. Het wil niet zeggen dat er niet ook geestelijke waarheden werden afgeleid uit bepaalde delen van de schrift. Maar die geestelijke betekenis
werd dan niet geïdentificeerd met de historisch-grammaticale betekenis. Bij Calvijn in zijn commentaren vind je dan heel vaak dat de eenvoudige betekenis van de tekst het ene is, maar dat er een toepassing is van die tekst voorbij die betekenis, waar Calvijn al dan niet mee kan instemmen, al dan niet kan vinden dat dat een stichtelijk woord is, maar hij zal nooit die normatieve historische betekenis, die objectieve betekenis, identificeren met wat er, laten we zeggen, in de verkondiging van gemaakt kan worden. Geschiedenis en taalstudie vervangen in ieder geval traditie en pauselijke autoriteit. Kortweg samengevat, van een kerk die boven de Bijbel staat en die Bijbel interpreteert met een traditie, staat nu een Bijbel die met de historisch-grammaticale methode wordt uitgelegd, die boven de kerk staat.